deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je in de titel hebt kunnen zien, heb ik voor vandaag weer een lookbook. In de afgelopen weken heb ik een aantal lookbooks met jullie gedeeld. In de ene serie liet ik jullie één item zien waarmee ik 5 outfitjes heb gecreëerd. En in de andere serie liet ik jullie natuurlijk de outfits die ik de afgelopen week had gedragen zien. En beide reeksen worden echt super goed bekeken en worden ook heel goed ontvangen door jullie, dus dank je wel daarvoor. En voor vandaag heb ik weer dat ik 5 lookjes ga creëren met 1 en hetzelfde item. Dus ben je benieuwd naar deze aflevering? Blijf dan vooral kijken. Vergeet niet om alvast die blauwe duim omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal als je hier nieuw bent. En laten we snel met deze video beginnen. In de eerste aflevering liet ik jullie 5 lookjes zien die ik had gecreëerd met het zwarte lakrokje. In de tweede aflevering liet ik jullie de slangenprintbroek zien en 5 outfitjes hoe je deze kan combineren. Beide video's zal ik eventjes linken in de bio mocht je daar interesse in hebben. En voor vandaag had ik een item gekozen wat eigenlijk niet zozeer was bedoeld om daar lookjes mee te creëren. Ik had het namelijk gekocht om juist onder iets te dragen. Namelijk, dat is de Cycle Short. Ik heb hem een tijdje geleden gekocht bij de Primark. Eigenlijk omdat ik hem wilde gaan gebruiken in de zomer voor onder rokjes en jurken. Ja, schuren dan nogal langs elkaar af. En dan vind ik zo'n broekje eronder gewoon echt super fijn. Deze was €2,50 en die heb je echt in super veel maten. En ik heb hem in een maatje L. Ik kwam thuis en ik weet dat dit momenteel echt een trend is. En toen had ik zoiets van, zal ik eens kijken of dat ik er misschien ook leuke lookjes mee kan maken. En dat is me gelukt. Ik heb er weer 5 lookjes mee kunnen creëren. Het zijn allemaal weer hele verschillende lookjes. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik heb de lookjes nog niet gepast. Dus dat ga ik tegelijk dadelijk ook met jullie doen. Dus ik heb totaal geen idee of dat het staat. De Cycle Short heb je in verschillende vormen, materialen, printjes, kleurtjes, noem het maar op. Ik heb gewoon gekozen voor een basic zwarte. Maar mocht het bevallen, dan ga ik zeker meerdere halen. Dus ja, laten we met lookje nummer 1 gaan beginnen. Lookje nummer 1 is eigenlijk de meest sportieve van alle 5 de outfitjes. Ik heb namelijk ervoor gekozen om toch, ja, dat heb ik eigenlijk bij alle tweede video's voorheen ook gedaan, om toch wel 5 verschillende stijlen te creëren. Dus ik heb een festivalstijl, ik heb echt een girly stijl, gewoon een casual stijl. Dit is dan weer de wat sportievere, het sportievere stijltje. Als allereerste, komt allemaal net vers uit de was, heb ik gekozen voor dit oversized mannenshirt. Staat aan de voorzijde met rode letters Bieber. En aan de achterzijde staat gewoon een grote plaat met Justin Bieber en ook nog een rode tekst. En juist omdat het zo lekker oversized valt over dat broekje heen, lijkt me dat wel weer een hele leuke en toch weer een hele vlotte look. En ik heb ervoor gekozen om er een accessoire bij te doen, omdat ik het anders gewoon een hele, ja, ik wil niet zeggen saaie look vind, maar het is dan gewoon shirt, broek, klaar. En dat is namelijk dit rode petje. Deze heb ik een tijdje geleden gekocht bij de Actiesport en ik ben er echt super blij mee. En omdat het rood natuurlijk in dat shirtje zit en dan in combinatie met het petje, ja, lijkt me dat dan wel weer dat het een volledige look wordt. Dus ja, wat ik al zeg, het is een wat sportievere look, maar ja, ik wil gewoon verschillende stijlen aan jullie laten zien. En qua schoenen heb ik gekozen voor de volgende. Namelijk mijn favoriete schoen van het moment, deze Dad sneakers. Het zijn gewoon witte sneakers, heb ik een tijdje geleden gekocht bij de Bristol. En ik ben er echt super blij mee, ze zitten echt heel lekker. En hier aan de achterzijde zit natuurlijk ook weer een embleempje met rood. Dus dan weer in combinatie zo met dat shirt en met de pet denk ik dat dit wel een heel leuk lookje gaat zijn. Hij is heel basic, maar weet je, soms is less is more. Dus ik heb zoiets van, ja weet je, we gaan het gewoon zien. Staat het niet, dan heb ik het toch geprobeerd. Staat het wel, heb ik natuurlijk weer een nieuwe look voor de zomer. Dus hierbij de aanbeelden van lookje nummer 1. Ik heb lookje nummer 1 aan en het is echt zo wennen. Ik heb echt voor nu echt ook wel het idee dat ik een gymbroekje aan heb, weet je wel, van vroeger. Maar ja, dit zit wel echt super lekker. En zoals je kan zien is het een lekkere sportieve outfit. Met mijn schoenen eronder en de kat op de achtergrond. En wederom weer die witte benen. Maar ja, weet je, we doen het er maar gewoon eventjes mee. Het is gewoon een hele fijne comfy outfit en ik weet ook zeker als het dadelijk wat warmer weer is en je weet eigenlijk niet zo goed wat je wil aantrekken, vind ik dit eigenlijk gewoon prima. Petje erbij, ja weet je, je kunt hier nog zo'n fanny bag over doen of een crossbody bag, spijkerjasje eroverheen. Ja, dit vind ik gewoon echt een prima basic outfitje. Ja, nice. Gaan we door naar lookje nummer 2. Wat ik al zei, ik heb net een wat stoerdere outfit laten zien. Nou laat ik jullie best wel een girly outfit zien. En dat is namelijk het volgende.
Dat is namelijk dit lookje. Ja, ik heb het even allemaal op één hangen gedaan, maar dat is voor mezelf gewoon even net wat makkelijker. Ja, zo stijl ik gewoon heel graag mijn dingetjes. Als allereerste heb ik gekozen voor dit zwarte wijdvallende topje van de Primark. Nou, volgens mij hebben jullie deze al zo vaak voorbij zien komen. Maar dit is echt een van mijn favoriete basics. Ik weet dat de Primark geregeld deze topjes hebben. Dus ik heb ze in het zwart en in het wit. En ik wil ook nog andere kleurtjes gaan halen. En daaroverheen heb ik voor dit, ja, wat is het eigenlijk? Een colbertje slash vestje gekozen. Heb ik ook een race gekocht bij de Primark. Dus deze is ook nog vrij nieuw. En ik heb heel lang dit kleurtje niet kunnen dragen. Ik ben altijd heel blond geweest. Of ja, blond uit een potje. En nu heb ik mijn eigen haarkleur gewoon weer terug. En ja, toen ik zo blond was, toen stond deze kleur me echt vreselijk. En nu vind ik hem alweer stukken mooier staan. Het is een beetje een koraal slash roze, een beetje peachy kleur. En ja, weet je, er zitten wat gouden accenten zitten er op het jasje. En ik denk juist omdat het broekje natuurlijk aan de achterzijde geen kontzakken bevat, vind ik het wel leuk dat dit dan wat langer valt. Dat het niet meteen associeert of dat je in je, ja, bloot kont loopt. Ik denk misschien ook een beetje raar, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. En dan voor over het jasje heb ik gekozen voor het volgende. Namelijk een tasje. Ik vind dat heel leuk als je zo'n wijdvallend jasje hebt, om dat met een riempje en met zo'n soort tasje, om dat een beetje een taille te geven. Dus ik heb hier het riempje en ik heb hier het tasje. Deze komt van Boel af en is ook echt een van mijn favoriete aankopen. En je kunt er dan voor kiezen of dat je het tasje dan aan de zijkant doet of dat je hem in het midden draagt. Dus dat ga ik zo bij de aanbeelden even kijken wat ik het leukste vind. En omdat er in het jasje wat gouden accenten zitten, vind ik het dan ook wel weer leuk dat er in de accessoires ook wat gouden accenten zitten. Dus deze, die draag je er dan leuk omheen. Kan zijn dat ik het misschien in de aanbeelden drie keer niks vind, maar wat ik al zei, we gaan het gewoon zien. En dan heb ik ook nog voor de volgende schoenen gekozen om wel een beetje in dat girly thema te blijven. Namelijk mijn espadrilles. En deze die komen uit Frankrijk en ik weet dat op het moment overal espadrilles te koop zijn. Maar ja, weet je, dit zijn gewoon eenvoudige, oeps, zwarte met een beetje stof. Met een glittertje erop, lekker girly, lekker leuk voor de zomer. En dan gaan jullie nu daar de aanbeelden van zien. Zo, en dan heb ik nu eigenlijk de girly outfit aan, lookje nummer 2. En ik had hem eigenlijk in eerste instantie aan met een riempje en een tasje. Maar op een of andere manier, het wilde gewoon niet. Hetgeen wat ik in mijn hoofd had, ik weet niet, het was het gewoon niet. Misschien dat ik het ook niet goed heb gedaan. Maar ik kan natuurlijk even voor het beeld laten zien. Maar ja, dit vind ik gewoon leuk, lekker girly. Met het roze, espadrilletjes eronder. Heel wat anders dan de outfit die ik net liet zien natuurlijk. Maar ik zal ze even met het riempje aan doen voor jullie. Kijk, en nu heb ik het riempje om. Ja, het zit al iets beter dan net, maar het is nog niet perfect. Maar dat is denk ik misschien iets wat ik, ja, in de loop der tijden misschien wel een beetje mee ga zitten puzzelen. Misschien is het ook helemaal niet de geschikte riem. Misschien moet ik gewoon wat anders verzinnen. Maar dan hebben jullie een beetje een idee wat eigenlijk in eerste instantie de bedoeling was van dit lookje. Kijk, eigenlijk was dit het idee zo. Dat je dat tasje zo aan de voorzijde of hier aan de zijkant had hangen. En ja, weet je, ik moet denk ik nog gewoon eventjes goed gaan puzzelen. Ik vind het niet verkeerd staan, want wat ik al zei, ik hou gewoon van een beetje taillering in mijn kleding. Maar het wilde gewoon even niet lukken. Soms heb je wel eens van die dagen, soms heb je wel eens van die dingen. Maar ja, weet je, ik vind het toch wel weer een heel geslaagd lookje. Ik doe heel even het riempje weer even af. Ik vind het lekker girly, lekker makkelijk. Dus ja, ik ben blij. Geslaagd lookje. Gaan we door naar look nummer 3. Dit is denk ik wel weer de meest festivalachtige outfit die ertussen zit van de 5. Het shirtje zul je waarschijnlijk wel herkennen, want die heb ik al meerder gebruikt als de festival look. Dat is namelijk deze van de H&M. Ook een van mijn favoriete shirtjes. Dus met een, ja wat is het, een arend, adelaar, vogel op het midden. Hier aan de bovenkant is hij natuurlijk open. Er zit een soort van choker aan. Ja, het is ook weer een langer shirt en een wat oversized shirt. Dus dan valt het ook weer mooi over je billen heen. Hoef je ook geen zorgen te maken dat het lijkt wat je legging aan hebt. En ja, weet je, voor het festivalseizoen vind ik dit gewoon echt een ultimate favorite. Dus ik dacht deze en dan met dat broekje. En mocht het dan wat kouder worden. Ja, deze heb ik de vorige keer ook al laten zien bij mijn festival lookje. Dan doe je er lekker zo'n groot oversized spijkerjack overheen. Deze bevat allerlei gaten, dus hij is ook nog eens lekker luchtig. En ik heb hem laatst ook aangehad naar een festival. En toen het wat warmer werd, heb ik hem gewoon een beetje over de schouders heen gehangen. Dat zie je op het moment ook heel veel, zodat het een beetje, het lijkt dan wat lompen. Het gaat dan richting een beetje bomperjack.
En mocht je het echt te warm vinden, kun je hem gewoon omknopen. En wordt het weer wat kouder, dan schiet je hem zo aan. Dus ik denk dat dat ook wel weer een heel leuk lookje gaat zijn. En deze valt natuurlijk sowieso over de billen heen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat het lijkt of je een legging aan hebt. En dan heb ik eigenlijk gekozen voor de fijnste schoenen die je maar kan hebben. En die je ook echt moet hebben in je kast. Namelijk mijn booties. En deze, ja, voor ieder festival wat ik op het moment heb of wat ik nog ga hebben, heb ik deze schoenen gewoon aan. Ze zijn makkelijk schoonmaken, ze zitten gewoon lekker. En voor de look, ja, weet je, ik hou hier gewoon van. Dus het is, ja, misschien dan wel heel zwart. Maar zeker richting het festivalseizoen denk ik dat dit wel een hele geslaagde look gaat zijn. Dus ook hiervan gaan jullie nu de aanbeelden zien. Ik heb het derde lookje aan. Mijn haar is helemaal uitgezakt, maar wat wil je van al het gepas? En tot nu toe vind ik dit eigenlijk de minst leuke look. Het kan wel, maar ik denk dat dit te ver uit mijn comfortzone is. Ik vond, ik heb dit lookje al eerder gecombineerd met de lakrok. En dat vond ik dan weer net meer mij dan dit. Maar dat, ja, ik weet niet. Het heeft wel iets. Ik vind het wel leuk. Maar ja, ik weet niet hoe ik het goed moet uitleggen. Maar wat ik al zei, weet je, ik heb het allemaal nog niet geprobeerd. Ik had zoiets van, ik had gewoon wat dingetjes in mijn hoofd bedacht. En ja, soms kan het tegenvallen, soms kan het meevallen. Ik vind het niet verkeerd, maar tot nu toe is dit eigenlijk de look waar ik het minste enthousiast over ben. Ja, wie weet vinden jullie het wel een leuke look. En daarvoor maak ik deze video's om een beetje inspiratie met jullie mee te geven. Dus ja. Gaan we alweer door naar look nummer 4. En ik denk van alle vijf de lookjes dat dit mijn favoriet is. Ik had dit eigenlijk als eerste al bij elkaar gelegd om op dat broekje te combineren. En nog steeds denk ik echt, wauw, dit vind ik zo gaaf. Het is namelijk dit setje. Het is ook wel weer heel girly, maar ja, ik ga hem net even weer wat stoerder maken. Ik hou gewoon van die combinatie girly slash stoer. En ik heb voor het volgende topje gekozen. Deze is van H&M en deze heb ik ook vrij recent nog gekocht. Er staan allerlei ananasjes op. Het is geen heel lang modelletje en het is ook geen crop modelletje. Het valt net, ja, hoe leg je dat uit? Het valt net op je heupen. En ja, die ananasjes, superleuk. Dat is toch gewoon associatie naar de zomer. Schijnt wel een beetje door, maar dan zou ik gewoon kiezen voor huidskleurig ondergoed of eventueel een wit hemdje er nog onder. En ja, weet je, we leven in Nederland, dus ik had ook zoiets van, ja, weet je, ik doe er toch een jasje bij. Mocht het wat warmer zijn, dan doe je hem uit. Mocht het wat kouder zijn, doe je hem weer aan. En het geel van de ananas kwam gewoon prima terug in mijn jasje die ik heb gekocht in Frankrijk. En het jasje heb ik op het moment ook gewoon heel veel aan. Hij is echt, echt ook favoriet. Gewoon die kleur. Ik heb hem ook heel lang niet aangekund. Hetzelfde als eigenlijk het verhaal met het roze jasje. En nu, ja, weet je, nou leef ik echt in okergeel en in deze tintjes. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En ik denk ook dat dit heel leuk in combinatie is met die cycle short. En om hem dan een beetje het stoere erbij te doen, heb ik voor de volgende schoenen gekozen. Namelijk mijn Vans. Dit zijn de Vans Old School Platform. En oh my god, deze zijn echt... Ik zag ze toen bij de Kruidvat. Toen waren ze €55 nog, dus ik moest ze toen hebben. En ik ben er zo blij mee. En dit geeft dan weer net een beetje een wat stoerdere, beetje een edgy kant aan het lookje. En ja, weet je, dat zwart zit natuurlijk in het broekje. Het wit komt weer terug in het topje. Dus wat ik al zei, ik denk dat dit echt wel mijn favoriete lookje gaat zijn. En ook van deze look gaan jullie nu de aanbeelden zien. En hier hebben we lookje nummer 4. Mijn favoriete lookje tot nu toe. Ja, dit was gewoon ook echt... Dit zag ik zo voor me en ik heb het zo aan. En ik denk echt, ja, ik vind het zo ontzettend leuk. Oh, hij is een beetje omhoog gekropen hier. Ik vind het echt... Ik ben zo blij met dit broekje. Gewoon om onder rokjes en jurkje te dragen. Maar ook gewoon zo in combinatie. Ja, super. En ook gewoon dit zo bij elkaar. Ja, hij schijnt echt heel erg door, hoor. Maar let daar eventjes niet op. Maar gewoon die ananasjes, dat geel. En dan zo met mijn sneak of met mijn Vans erbij. Ja, super. Dit vind ik echt... Deze vind ik zo geslaagd, deze look. I love it. En last but not least, lookje nummer 5. Wat ik al zei, ik probeer eigenlijk allerlei verschillende stijlen een beetje toe te passen op de cycle short. En dit is denk ik de meest gangbare look die ik heb proberen te maken. Dit is gewoon lekker easy, trekt het aan, klaar. Het is namelijk dit blouseje met gewoon een spijkerjasje.
heel basic. Maar ja, wat ik toen straks ook al zei, less is more. En je kunt er allemaal dingetjes overheen gaan gooien en gaan lopen doen. We gaan toch richting de zomer. Het broekje is ook echt een zomeritem, dus hou het dan ook gewoon lekker luchtig. Ik heb voor dit blouseje gekozen van H&M met een zwart-wit blokjespatroon. Het is een mouwloos blouseje, dus hij kan prima gedragen worden in de zomer. En mocht het dan wat kouder worden, dan doe je er gewoon een spijkerjasje overheen. Hij is heel lang, dus hij valt ook weer over de billen heen. Heb je ook niet het idee dat je echt in een legging loopt. En ja, deze heb ik al een aantal jaren en ik ben er gewoon super blij mee. Het is echt gewoon, als ik even niet weet wat ik aan moet doen, dan trek ik gewoon dit blouseje aan. Gewoon lekker easy. Spijkerjasje, ja, wat ik al zei, kun je er overheen doen. Mocht het koud worden, mocht het warm zijn, dan doe je hem lekker uit. Alleen qua schoenen zat ik een beetje in dubio van wat kan hier leuk onder. En ik heb eigenlijk verschillende opties. Om het wat curly te maken kun je natuurlijk die espadrilles eronder doen. Of gewoon een leuk sandaaltje. Het zwart-wit komt natuurlijk in het blouseje terug, maar ook weer in de schoenen. Dus deze Vans die zouden eronder kunnen. Ik zou eventueel mijn dad sneakers eronder kunnen doen. Dat is natuurlijk ook wel weer heel leuk, want dan is het broekje natuurlijk zwart en de schoenen zijn dan lekker wit. Kan ook weer een hele leuke touch zijn. En als laatste kunnen natuurlijk ook mijn festival boots er gewoon prima onder. Ja, wat ik al zei, deze zijn gewoon, ja, die kunnen eigenlijk overal onder. Dus ik weet nog niet zo heel goed hoe ik dit dan qua schoenen ga combineren. Maar ik vind het wel weer leuk dat ik bij dit lookje gewoon wat meerdere opties heb. Maar dit is dan lookje nummer 5 en hiervan gaan jullie nu de beelden zien. En hier hebben we het laatste lookje. Lookje nummer 5, de meest casual look van de 5. Ik heb er toch voor gekozen om mijn Vans eronder te doen. Ik had natuurlijk 4 opties. Maar ik vond dit eigenlijk voor nu wel het leukste. Ze konden er alle 4 prima onder. Maar ja, ook gewoon lekker easy, lekker handig. Wat ik al zei, hij is natuurlijk wat langer aan de achterzijde. Dus je ziet niet echt, ja tuurlijk, het is en blijft een cycle short. Maar het is niet meteen dat je dan het associeert met een legging. Dus ja, ik vind het ook gewoon heel eenvoudig lookje. En wat ik al zei, mocht het wat warmer worden, dan trek je het jasje uit. Mocht het wat kouder worden, hou je het jasje lekker aan. Maar ook dit vind ik gewoon, ja, gewoon echt een prima lookje. En ik had echt het idee, wat heb ik mezelf op de nek gehaald. Maar ik ben zo blij met dit broekje. En ik ga zeker meer van deze halen. Dus ja, met dit lookje ben ik ook heel blij. Waren dit alweer de 5 lookjes die ik heb gecreëerd met één en hetzelfde item, de cycle short. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete lookje was van de 5. Mijn, ja, wat ik al zei, was toch wel met het gele jasje. Ik had dat lookje als allereerste in mijn hoofd. En ook op beeld zag je er gewoon prima uit. En ik denk ook dat ik die heel vaak ga dragen. Ik ben heel benieuwd of dat jullie na het zien van deze video ook de cycle short gaan aanschaffen. Ik hoop dat ik een beetje inspiratie heb kunnen overbrengen naar jullie. Was dit alweer het einde van deze video? Vond je hem leuk? Vergeet dan niet om die blauwe duim omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Het is gratis en je helpt me daar gewoon ontzettend mee. Dan wil ik je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei!